Welkom terug in Piratenland. We staan hier voor het fort / kasteel van de koning. Want ik heb een hele belangrijke vraag voor hem. Een paar afleveringen geleden zijn ze natuurlijk aangekomen hier in Piratenland. De koning en zijn dienaren en zo. En hij had gevraagd of ik dit huis voor hem wilde maken. Hier voor zijn nar, zijn ridder en zijn stagiair. Nou, ik heb nog geen reactie gehad sinds ik dit gebouwd heb. Maar ik heb Rick natuurlijk helaas naar het hotel moeten sturen. En sinds toen heb ik Rick niet meer gezien. Ik denk dat Rick zich een beetje heeft opgesloten omdat hij boos is. Ik moet zeggen, dat begrijp ik ook wel. Dus ik wilde hier een prachtig nieuw huis voor Rick bouwen, wat echt bij Rick past. Alleen, ik wil geen gezeik met de koning hebben, dus we gaan het even aan hem vragen. Dus vandaar dat ik ook hier mijn video gelijk begin. Maar de deur is dicht en ik zie gelijk al een bordje hier staan. De koning is niet thuis, zijn aandacht is naar de sterren. Zijn aandacht is naar de sterren. Hij is niet... waar zijn de ridders? Waar is de nar? Hallo? Is er iemand? De koning niet thuis is in principe oké, maar is er iemand anders? Hallo? Koning? Ridders, narren. Weet je wat, jongens? Ik heb een idee. Ik heb een heel leuk idee. Deze crafting table is voor mij. Ik kan, want dat heb ik gebouwd natuurlijk. Als ik hier omhoog ga, staat dat er niemand thuis is. Maar dan kunnen we eigenlijk wel voor stiekem naar binnen gaan. Kijken of er dingen veranderd zijn en zo. Want ik weet dat in deze constructie zit een dingetje. Je kan hier via deze boom, kan je gewoon heel simpel, kan je zo hop, 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 hierheen, zo op het fort springen. En dan ben je binnen. Dus laten we even kijken. Zo. Hallo, is er iemand thuis? Oké, de nar is zo te zien nog niet. Die zie je niet. De deur staat open. Even kijken hoor. Is er iemand... Er is volgens mij echt niemand thuis. Is er ook niemand in het koninklijk bad? Het was eigenlijk gewoon een bad voor Rick, maar nu is het een heel koninklijk bad geworden. Nee, er is echt niemand. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Er is echt niemand. Oké, weet je wat? Dan gaan we hier ook gewoon weg. We hebben even ingebroken stiekem in het kasteel van de koning. Ik heb niet overal ingegaan, maar het feit dat ik kan lopen schreeuwen en dat niemand me hoort, dat zegt al genoeg. Dus laten we er maar ook gelijk weer uitgaan op dezelfde manier. Een korte kleine inbraak in het kasteel kan geen kwaad. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor wij komen. Wij komen om te vragen voor het huis voor Rick. En er stond op het bordje, zijn aandacht is naar de sterren. Dus dat kan maar één ding betekenen. Hij is waarschijnlijk bij het observatorium. Geen idee wat hij daar doet. Maar we gaan gewoon die kant op en kijken wat hij daar aan doen is. Waarschijnlijk is hij daar met de hele rambam, alle dienaren erbij en zo. Lopen hier even onder de waterval door langs mijn prachtig nieuwe schip. Wat doen al die boten hier? Waarom zitten er zoveel boten? Hey, wacht eens even. Dit is nieuw. Het DBE-gebouw heeft uitgebreid, jongens. Oh, dat was natuurlijk de afspraak. Dat was ik helemaal vergeten. Wat is hier gebeurd? Uh-oh. Oh, nee. En het is helemaal geheim weer allemaal. Nee, weet je, dit is... Oh, god. Dit is voor nu niet belangrijk, maar... Het DBE-gebouw is uitgebreid, jongens. Er staat een nieuw gebouw naast. Allemaal mysterieuze dingen. Laten we even dit pad hier naar de prachtige observatorium daar nemen. En ik zie al een nametag, dus dat betekent dat er daadwerkelijk iemand is. Moeten we alleen even hier onderdoor lopen, zo. Dan gaan we om de tafel heen. Dan moeten we hier naar rechts het trappetje op. En als het goed is, komen we dan hier bij de ingang. Hallo? Oh, ja, er is iemand. Ik hoor hem. Ik hoor hem al. Hallo? Koning? Wat? Koning? Hallo? Ah, daar ben je. Hallo? Jij bent even naar de sterren aan het kijken? Of? Ja, ik ben naar de sterren aan het kijken. Wat moois gezien met... Je weet dat het overdag is, dat je hier beter 's nachts kan komen. Nee hoor, het is nacht. Het is nacht, hoezo? Het is donker daar toch? Ja, dat is het plafond hier binnen. Dat lijkt alsof het nacht is. Maar als je daar door het raampje kijkt, zie je gewoon dat het dag is. Oh, ik vond die sterren er al raar uitzien, maar... Wacht, kom even hier beneden. Wat vind je van het observatorium? Ja, heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, mooi hè? Ja, het ziet er mooi uit. Ik kan lekker even aanraden. Ga ik in 's nachts, dan kan je daadwerkelijk naar sterren kijken. Zou ik doen. Maar wacht, loop even mee. Ik heb een... vind je het erg om hier naar beneden te springen? Of kunnen jouw koninklijke voeten dat aan? Als koning heb ik geen vrees, dus dat komt goed. Oké, nou prima. Kom maar. Weet je het zeker? Dat je kan ook omlopen, hè? Ja, nee, ik kijk niet. Gewoon omhoog kijken. Ja, kom maar. Nou, ja, dat viel wel mee, toch? Ja, viel mee. Hey, loop even gezellig een stukje met me mee. Ik heb een vraagje voor jou en we lopen langzaam die kant op. Jij hebt natuurlijk Rick uit zijn huis gezet. Ga jij maar voor, we gaan terug naar het kasteel. Ik ben benieuwd of je de route kent. Ja, ik kom hier niet zo vaak, dus... Nee, je woont hier ook pas net. Maar jij hebt natuurlijk Rick uit zijn kasteel gezet, wat nu jouw kasteel is, jouw fort. Ja, dat klopt, ja. Ingenomen, ja. Ja, ingenomen inderdaad. Maar ik vind het zo zielig voor Rick dat hij nu in het hotel zit. Dus ik was van plan om enigszins nog op dezelfde locatie een nieuw huis te bouwen waar hij dan zou kunnen wonen. Oké, ja. Dat nobel van je. Nobel. Ja, ik moet koninklijke woorden gebruiken. Koninklijke woorden. Weet je, ik vind het lopen en praten heel erg. Wachten we af tot we daar zijn. Rick, ben je thuis? Kijk, dit is waar ik Rick heb achtergelaten nadat jij zijn fort hebt gestolen. Maar ik heb sinds ik Rick hier achter heb gelaten, heb ik hem niet meer gesproken of gezien. Zijn deur zit ook op slot, dus we komen niet makkelijk binnen. En inbreken, deuren openbreken vind ik ook niet zo netjes. Hij is volgens mij nog steeds een beetje verdrietig dat je hem uit zijn fort hebt gezet. Tja, daar kan ik niet zoveel aan doen.
Daar kun je niet zoveel aan doen. God, maakt niet uit. Ik ga het oplossen, Rick. Ik weet niet of je thuis is, maar we gaan het oplossen. Ik wilde dus een huis voor hem bouwen. En ja, dit fort was natuurlijk prachtig groot en mooi. Maar ik snap dat het meer bij een koning past dan bij een piraat zoals Rick, de kurkpiraat. Ja, dat klopt. Maar ik heb jouw vertrekken voor je nar, je stagiair en je ridder heb ik gemaakt. Ze heeft alleen nog geen interieur, maar ze kunnen in ieder geval wel zelf aan de slag gaan als ze willen. Alleen zei je dat jullie heel lui waren, dus. Hè? Ja, dat klopt, ja. Maar het ziet er goed uit. Ja, het is leuk, hè? Alleen, ik heb hier nog een hele vrije plek. Dus ik dacht, wat nou als ik hier het huis voor Rick ga bouwen, de kurkpiraat? Gewoon dit. Zou jij dat een probleem mee hebben? Dat het nog zo dicht bij jou is? Ik bedoel, het is mijn land. Eigenlijk bepaal ik het. Maar ik wil toch een soort van zeker weten dat dat geen probleem is. Moet ik even goed over nadenken, hoor. Ja, denk maar even na. Ja, ik zie dat hier wel genoeg ruimte is. Dus, ja, hier kan Rick toch gewoon makkelijk wonen? Ja, ja, dat vind ik prima. Ja. Daarom. Oké, nou top. Dan ga ik hier aan de slag voor Rick. En dan... laat ik het je wel zien, denk ik, als het af is. Oké, dat is een goed plan. Helemaal prima. Oké, nou, dan doe je ding. Ik weet niet of je nog wat voor plan was, of... Ja, ik ga naar de sterren kijken weer. Het is weer dag! Oh, het is dag. Nou, ik ga later deze dag wel. Ik zou zeggen, ik zou later gaan als ik jou was. Je hebt ook nog een mooi fort waar je even kan kijken. De ruïne van kapitein Bruinbaard is dat. Ja, daar, een kapot fort, daar. Oh, mijn ogen kunnen niet zo ver zien. Is er wat mis met je ogen? Ja, misschien wel een beetje, ja. Oké. Nou, doe jij je ding. Ik ga lekker aan de slag, oké? Ja. Prima. Nou, jongens, daar gaat de koning. Ik denk dat hij weer terug naar huis gaat. Ik heb geen idee. In ieder geval is het tijd om aan de slag te gaan met het huis van Rick. Ik ben blij dat de koning het op zich prima vindt. Anders zie ik het wel weer gebeuren dat het niet mag. En dat ik het pas na afloop hoor. Dus ik ben blij dat ik het even van tevoren heb gevraagd. Dus laten wij beginnen met een prachtige timelapse waarin wij het huis van onze kurkpiraat Rick gaan bouwen. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt te zien. In 3, 2, 1... Jongens, daar zijn we weer en ik ben heel blij met het huisje dat wij voor Rick hebben kunnen bouwen. Zoals je kan zien past het mooi bij de stijl van Piratenland. Het is dicht bij het fort en zo te zien is de deur open. Dus laten we gelijk even de koning halen. Ik wil de eerste huis jullie laten zien. Maar ik denk, weet je, misschien is de koning er nog wel. Dan kunnen we ook gelijk even aan de koning vragen wat hij ervan vindt. Dus laten we heel even die kant op gaan. Hallo? Trouwens, waar zijn de ridders en zo? Hallo? Ridders? Ik heb de koning net gesproken. Koning? Oh, hij is daarboven volgens mij. Hallo? Volgens mij is hij boven. Ik denk dat hij in zijn nest ligt. Oh, dan moeten we even heel voorzichtig die kant op gaan. Want ik wil hem niet wakker schrikken natuurlijk. Hallo? Koning? Hallo? Oh, hij ligt in zijn bed, jongens. De koning ligt in zijn bedje. Hallo? Koning? Hallo, koning! Goeienacht, koning. Je ligt lekker in je bed slapen. Ja, waarom maak je me wakker? Ja, het is af, het huis. Ik dacht, ik wil het laten zien en ik kon niet wachten, eigenlijk. En daarvoor maak je mij midden in de nacht wakker. Ja, ik weet niet waar je bewaking is. Waar zijn je ridders? Waar is je stagiair? Waar is de nar? Ik kon zo naar binnen lopen. De deur stond wagenwijd open. Als ik een moordenaar was, had ik je zo kunnen vermoorden nu. Oh jee, dat is niet zo best, nou. Dat is niet gelukkig zo best, inderdaad, niet. Nee, dat ben ik niet. Maar waar is de ridder? De ridders zijn op jacht. De ridders en de stagiair zijn op jacht. Die zijn eten halen. En waar is de nar? Ja, die is op grappenkamp. Grappenkamp. Okay, ja, prima. Oké, hey, je kan vanaf hier kan je al een beetje kijken. Kijk, dat ziet er toch goed uit, joh. Ja, dat is het huisje van Rick. Ik wil hem even jou laten zien. Ja. En dan ga ik daarna gaan kijken of ik Rick kan ophalen. Misschien om maar Rick te laten zien en gelijk te kan geven. Nou, misschien dat ik eerst het interieur moet bouwen. Misschien heb je nog wat tips voor een interieur. Want dan kunnen we hem ook een soort van koninklijk interieur geven. Dat het misschien ook... Ja, dan voelt hij zich ook nog een beetje gewaardeerd, mooi, weet je? Ja, dan voelt hij zich nog gewaardeerd. Zo, kijk, je deur stond wagenwijd open. Er is ja, dat, zo naar binnen is niet zo best. Nee, dat is niet zo best, nee. Ja, tocht hier zo. Nou, niet alsof als dit dicht is dat toch tegenhoudt, maar... Ja, oké, dat is waar. Nee, ik laat hem je even zien. Je hebt hier natuurlijk dit prachtige pad. Je hebt uitzicht op jouw fort. Althans, op Rick zijn oude fort. Dus kan je altijd nog kijken naar wat ooit van hem was. Dan heb ik hier een mooi overkappinkje. Daar kan je mooi, je tools droog maken. Lekker droog. Als het regent kan je lekker zitten. Een beetje om je heen kijken. Misschien maar dat ik hier wel gewoon een opslagplekje van maak of zo, weet je. Okay, dan heb je hier een mooi diagonaal dingetje wat een beetje op een mondje lijkt. Zie je, met een snorretje. Oh ja.
Lekker een beetje op mijn hoofdje. Ja. Nou, dan gaan we even naar binnen. Het binnenkant is natuurlijk nog niet af. Maar waar ik aan zat te denken is om dit natuurlijk gewoon zo allemaal... Ik zal het gelijk even doen. Zo plat te gooien hier. Dan heb je in ieder geval genoeg ruimte. Dan plaats ik ook heel even wel wat licht bij me. Zo, of hier. Hoppakee, een lampie. En hier een lampie. Dan dacht ik om hier beneden gewoon een leuke, mooie, royale woonkamer te maken. Je hebt hierboven genoeg ruimte voor een prachtige, mega master bedroom. Dan kan je lekker comfortabel droog slapen. En misschien dat ik zelfs een kelder erbij bouw voor hem. Wie weet. Ik zie het. Interessant, ja. Ja. Dat is mooi, hè? Dat is, ja, dat vond ik wel leuk. Dus dat was hem eigenlijk. Ik denk dat ik dit aan Rick wil gaan geven. En dan zien we het wel, wat hij ervan vindt. Ik zie het, ja. Ja. Ben je het eens met dat hij dan je buurman wordt? Want dat was je toch? Je was het ermee eens? Ja, ik ben het ermee eens, ja. Maar? Alleen, ik vind dit wel een heel mooi huisje. Ja, dankjewel. En, dankjewel. Ja, ik heb het zo druk. Echt, koning zijn is echt zwaar. Met wat? Wat doe je? Je bent naar sterren aan het kijken de hele dag. Ja, maar het kost heel veel moeite. Oh, dus, maar? Wat heeft dat met het huis te maken? Ik ben eigenlijk wel af en toe aan vakantie. En oké. Okay. Ik vind het een erg mooi huisje waar je vakantie kan vieren. Nee, dus... dit is Rick's huis. Het is Rick's huis. Het gaat niet jouw vakantiehuis zijn. Ik vind het wel mooi. Waar... Ja, ik snap dat. Ja, ik ben er ook zelf blij mee. Maar ik ga niet, zeg maar, nog een huis wat voor Rick is aan jou geven. Je hebt al zijn voortgestoken. Dan wil je vakantiehuis, man. Het is 2 meter hiernaast. Hoezo vakantiehuis? Ja, daar heb ik wel een nieuwe experience. Het is je hebt letterlijk het één op één hetzelfde uitzicht. Je zit wat dichter op de berg hier, in plaats van op de berg daar. Maar dit is toch geen vakantiehuis? Als je vakantiehuis wil, kan ik vast wel een huis aan de overkant daar voor je bouwen. Nee, ik vind dit mooi. Maar weet je wat? Ik ben er wel bereid om je iets ervoor te geven. Wat? Oké, wacht. Oh, ja. Ik heb helemaal geen diamonds meer op het moment. Wacht, ik ga die bloemetjes even wegdoen. Op het moment, ik heb letterlijk al mijn diamonds tijd geleden uitgegeven aan paarden. Ik heb helemaal niks. Ben je bereid om diamonds... Rick zou geen diamonds hiervoor geven. Ik heb hier 10 hele diamonds. Oh. En die ben ik wel bereid voor te geven dat dit mijn huisje wordt. Ik vind het lullig voor Rick, maar ik weet dat Rick mij hier geen diamonds... Ik zou het aan Rick moeten geven. Jij geeft me de diamonds voor, net zoals dat. Oh, zit er trouwens mijn betaling voor dat huis? Die 10 diamonds zijn wel goed, toch? Nee, ik kreeg daar ook een diamonds voor en goud zelfs. Hoeveel was dat? Weet ik niet meer, maar ja, het interieur is nog niet af, dus... Nee, dat misschien... laten we dan nog over. Oké, 10 diamonds voor dit huis. Ja, je hebt ik nu de kans. Ik vind het heel lullig voor Rick, maar 10 diamonds, kom maar. Ik wil heel graag 10 diamonds. Ja, ik wil heel graag 10 diamonds. Ik heb echt geen geld op het moment. Ik kan nooit meer naar de winkel verleiden om daar iets te kopen, want mijn diamonds zijn op. Oh mijn god, dankjewel. Oké, prima, het is voor jou. Ik ga akkoord. Ik vind het heel lullig voor Rick, maar ik zou wel niks tegen Rick zeggen. Nee, dat is mooi. Dus, nee, maar hou wel dit even huis geheim. Is nu voor mij. Ja, het is voor jou. Prima. Hou alsjeblieft even geheim dat ik dit eigenlijk voor Rick heb gebouwd, oké? Ja, dat zou ik doen. Zeg dat alsjeblieft niet tegen me, dan is het alleen maar alsof je hebt weer een huis van hem gestolen. Maar jij betaalt me. Wat moet ik dan, weet je? Ja, nee, je hebt mijn koningswoord. En je koningswoord. Nou, ik weet niet hoeveel dat waard is, maar ik vind het prima. Veel plezier met het huis. Richt je hem zelf in? Dat zien we nog wel. Dat zien we nog wel. Prima. Ik doe de deuren voor je dicht, want nu tocht het. Kijk, het lekkere is, dan hoef je ook niet meer zo nat naar boven te slapen. Stel, het regent een keertje in je bed waar je net lag. Nee, is je kan nu gewoon in een huis slapen. Misschien moet ik wel even een glazen dak maken om naar de sterren te kijken dan. Oh mijn god. Doe jij dingen. Het is jouw huis. Je hebt hem gekocht van me. Ik vind het helemaal prima. Veel plezier ermee. Doe je ding. Ik ga niks tegen Rick. Alsjeblieft niks tegen Rick. Zeg, ik ga een nieuw huis voor hem bouwen. En we doen alsof dit nooit is gebeurd, oké? Dat is helemaal goed. Prima, oké. Het blijft een hele gekke koning, hè? Goed, jongens. Ik heb mijn diamonds even opgeborgen. Laten we nog heel even die kant op lopen. Ik moet zeggen, ik vind het lullig dat ik hem weer aan de koning heb gegeven. Maar zoals ik al zei, Rick betaalt me er niet voor, weet je? Dus laat maar even in de reacties weten of jullie me nou gek vinden of niet. Maar als ik moet kiezen tussen 10 diamonds of Rick. Ik bedoel, 10 diamonds, Rick. Toch ga je dan voor 10 diamonds, weet je. Maar ik denk dat ik het toch iets kleins wil bouwen voor Rick. Dus misschien kunnen we kijken of we hier nog een soort van mini schuurtje of zo kunnen bouwen waar hij dan mogelijk kan wonen. ik hoop dan niet dat hij al te boos op me wordt. Maar laten we kijken. We gaan gewoon iets kleins voor hem maken. Als goedmakertje, weet je. En omdat het is toch gratis. Het is de derde keer dat ik iets voor die piraat, die kurkpiraat moet bouwen. Dan gaat het er ook niet al te bijzonder uitzien. Dus veel plezier met het kijken naar deze mini timelapse. Van een soort schuur, huis, iets. Voor kurkpiraat Rick. Thank you.
Dude, ik zei dat het klein ging worden, maar ik wist niet dat het zo klein ging worden. Ik heb echt een mini, mini klein poephuisje kunnen bouwen hier. Zoals je kan zien, vanaf alle kanten, het ziet er niet heel bijzonder uit. Je hebt hier gewoon een deur, dan heb je hier een raampje aan de zijkant, dan heb je hier nog een raampje aan de zijkant en dan that's it eigenlijk ook gewoon. Het leuke is, het staat wel op een soort van klein stenen klifje of zo, dus het op zich het staat verhoogd. Maar als je hier ook aan de binnenkant kijkt, het stelt helemaal niks voor. Laten we hem even inrichten. Ik geef hem op zijn minst mijn bed als goedmakertje. Dan, jeetje, wat kan ik hier doen? Ik ga het zo doen, dat het in ieder geval een ingesloten bed is. Dan hier een soort bankje, denk ik. Even kijken of ik het een beetje bijzonder kan maken. Zo, en dan signs hier. Hoppakee. Hier komt nog een tafeltje te staan. Zo, hoppakee, naar een trapdoor op. Dan heeft hij nog een eettafeltje. Dan willen we nog een kleedje op de grond plaatsen. arme Rick. Ik voel me best wel schuldig over het feit dat ik hem zo een lelijke, zo simpel huis geef. Zo, hoppakee, dan heb je nog een kleed. Hier komt nog een kastje. Of, nou, laten we zeggen, hier komt nog een kastje met daar een leuk plantje of zo. En dan nog tot slot boven het bed plaatsen wij een lampje hier voor hem. Nou, dat trouwens moet niet op het chain. Dat moet dan gewoon zo. Dan heeft hij een beetje licht in huis. Nou, Rick, ik hoop dat je blij bent met je huis. Het stelt niet zoveel voor, het spijt me. Maar het is beter dan niks, hè. Het is beter dan niks. Daar moeten we vooral van uitgaan. Misschien heb ik nog wel een lectern voor je hier. Heb ik een lectern? Dan kan je enigszins nog een boek kwijt. Nee, ik heb geen lectern voor je. Nou, Rick, nou jongens, laten we even kijken of Rick thuis is. Misschien kunnen we het wel aan hem geven. Dan als hij niet thuis is, dan moet dat de volgende aflevering maar. Maar naast alle gekkigheid en zo ben ik heel blij met het feit dat het gedeelte hier gewoon vet mooi eruit ziet nu. We hebben het fort en zo, dan hebben we nu dit huis hier. Dan hebben we dit prachtige huis hier. Dan hebben we het kleine inimini huisje van Rick. Ik bedoel, het komt slechter. We kunnen nu langzaam deze kant op gaan om dit gedeelte hier op te vullen. En dan kunnen we als dat gedaan is, kunnen we hier naar boven. Oh, trouwens, ik wil even wat checken. Hebben de DBE al hun poort gemaakt. Ik heb in de vorige aflevering namelijk dit pad hier gemaakt. Helemaal naar de DBE toe. En het einde van de aflevering toen zei ik volgens mij dat ik hoopte dat de DBE daar een ingang zou maken voor mij. Hey, wacht eens even. Dat is een uitbreiding van de DBE. Oh ja, ze hebben een ingang gemaakt. Er is een poort met een soort code of zo. Oké, zo te zien is er een ingang. Oké, ik ga er maar niet doorheen, want ja, dat zal wel weer inbreken zijn dan. Maar, laten we even hier de berg op klimmen. Dat mag natuurlijk wel. Oh nee, powdered snow. Oh nee. Nee, powdered snow. Oh, ik haat powdered snow. Kijk dit nou. Ze zijn serieus een uitbouw... Ze zijn een uitbouw aan het bouwen. Dat meen je. Oké. Zou ik hier stiekem naartoe kunnen lopen om te kijken wat ze allemaal aan het doen zijn? Wat ze aan het bouwen zijn? Zonder dat ik daarbij... Oh nee, ik zie nametag. Volgens mij is het DBE er. Nope. Weg hier. De DBE is er. Ik zag al gelijk een nametag. Ze zijn altijd aanwezig, hè? Dat is misschien niet heel verstandig om te doen. Laten we toch maar teruglopen. Ik ging kijken of Rick thuis was. Het ziet er wel echt leuk uit, dit gedeelte nu, hè? Ik ben wel heel blij met dit gewoon hier allemaal. Ricky! Rick! Hallo, jongen. Ben je thuis? Hallo? Volgens mij is die niet thuis, jongens. Weet je, maakt voor nu ook helemaal niet uit. Wat wel uitmaakt, jongens, is dat we dit voor nu heel eventjes achter ons laten. Want ik heb gehoord dat de DBE voor mij post heeft achtergelaten. Waar is mijn trident? Mijn trident is weg. Oh, die had ik volgens mij hier gestopt. Ja, kijk, die zie je. Ik heb gehoord dat de DBE post heeft achtergelaten voor mij op het schip daar. En dat ik een hele belangrijke taak heb gekregen. Dus laten we even een 360, hoppakee, hier in het water doen. Even daarheen en dan daarom... Au, dat steeg het schip aan. Hier omhoog klimmen, zo, hoppakee. Daar zal je het hebben. De barrel, wat zou erin zitten? Even kijken. Er zitten heel wat shulkerboxes in. En een berichtje van Char, genaamd Belangrijk. Dit vind ik wel spannend. Het is zelfs zo spannend dat het pas in de volgende aflevering zal gaan gebeuren. Want we gaan de video afsluiten. Lekker gemeen. Ben je nou benieuwd wat er in deze barrel hier achter mij zit en wat voor belangrijke taken ik heb gekregen? Klik dan zeker even op dat duimpje omhoog. We gaan voor 2000 likes en abonneer eventjes, jongens. We gaan die 400.000 abonnees. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om gewoon zeker even te kijken. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat nu. Verplicht. Kom op, hé. Kijken. En nu spreek ik later glaasje water. Dat is niet de volgende keer.